In geval van verkoop van een eigendom moet de notaris nagaan of de verkoper geen belastingen meer verschuldigd is aan de staat. Het gaat dan over de personenbelasting, de gemeentebelasting, de vennootschapsbelastingen. Als iemand btw-plichtig is, moet ook nagegaan worden of die persoon btw-schulden heeft. Als je een ondernemer bent, dan ga je ook moeten nagaan of de belastingen aan de sociale administraties, de RSZ, zijn betaald. Hoe gebeurt dat nu precies? De notaris zal de fiscus en de sociale administraties aanschrijven. De fiscus heeft dan 12 werkdagen de tijd om te laten kennen of er schulden zijn. Indien er schulden zijn, zal dit gebeuren via wat men noemt een fiscale notificatie. Als er een fiscale notificatie is, dan zal de notaris zorgen dat de schuld terugbetaald wordt. Hoe gebeurt dit? De notaris zal vooraf de verkopers verwittigen dat er een fiscale schuld is. De verkoper kan dan de schuld vooraf betalen. Gebeurt dit niet, dan zal de notaris ervoor zorgen dat de schuld ingehouden wordt op de verkoopprijs. De notaris stort dan zelf de schuld door aan de fiscus. De notaris zal waakzaam moeten zijn, want als de notaris vergeet de fiscus aan te schrijven of hij vergeet de schuld op de verkoopprijs in te houden, dan zal de notaris zelf persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de betaling van de schulden.